Ik ben Cor Bertols en als saxofonist zal ik meewerken aan de concertreeks Sheherazade van het Symfonieorkest Vlaanderen. Als jonge saxofoonleerling leerde ik het eerste saxofoonconcerto van Paul Gilson kennen. Ik was meteen enorm geïnteresseerd omdat de titel doet vermoeden dat het ook werkelijk het eerste saxofoonconcerto zou zijn. En na wat opzoekingswerk bleek dat ook te kloppen. De Belg, de Brusselaar Paul Gilson, heeft 's werelds allereerste concerto voor saxofoon gecomponeerd. Paul Gilson was eigenlijk een van de hoofdpersonages tijdens het Vijfde Siècle in Brussel, tot aan zijn dood eigenlijk in 1942. Hij leidde enorm veel componisten op in zijn privé-tijd. Componisten onder wie Marcel Poot, August de Boek, Lodewijk Mortelmans, Daniel Sterneveld. Hij was leraar aan de conservatoria van Antwerpen, Brussel, waar hij harmonieleer doseerde. En wat zo interessant was aan die man, of nog steeds is, is dat zijn activiteit als componist meer was dan het componeren zelf. Hij was effectief een allround componist, een erudiet man, omwille van zijn activiteiten als muziekrecensent, muziekcriticus, muzikograaf, maar ook als inspecteur van het Belgische muziekonderwijs. En dat maakt dat die man meer te vertellen had dan zijn muziek alleen. Hij vond het repertoire van de blaasorkesten, en dat is een heel belangrijk punt, op dat moment in zijn leven bestond er nog geen symfonisch orkest in België. En hij vond het belangrijk om het onbenullig en zwak repertoire van de blaasorkesten te vervangen door goed repertoire. Of toch repertoire waarmee de amateur ook aan de slag kon gaan. Hij zag het blaasorkest niet als een pseudo-symfonisch orkest, maar eerder als een autonoom, orkestraal apparaat waarmee je ook goede muziek kon brengen. En dat is waar wij vooral aan denken wanneer wij de naam Paul Gilson horen, de vader van de Belgische blaasmuziek. Ik vond deze map met notities van de componist terug in de provincie Antwerpen. En het is eigenlijk het neerschrijven van een soort van orkestratieleer. En daarin schrijft hij letterlijk dat de saxofoon eigenlijk een vrij onaangename klank heeft. De saxofoon is nasaal van klank en het heeft een timbre van een instrument dat verkouden is. De oorsprong van zijn concerto's blijft nog steeds een mysterie. Er is het verhaal dat hij het eerste saxofoonconcerto opdroeg aan de Amerikaanse amateursaxofoniste Eliza Hall. De dame die op advies van de dokter leerde saxofoon spelen om haar toenemende doofheid terug te dringen. En een blaasinstrument als de saxofoon zou dat stimuleren. Je ziet haar naam terugkomen op de manuscripten van het eerste saxofoonconcerto. Historische bronnen wijzen erop dat Eliza Hall nooit het eerste saxofoonconcerto heeft uitgevoerd. En dat heeft volgens mij ook te maken met het feit dat de virtuositeit die Paul Gilson vraagt in zijn concerto's veel hoger ligt dan al die andere werken die duidelijk afgestemd waren op het kunnen van een amateursaxofoniste. Het eerste saxofoonconcerto werd in het verleden al uitgevoerd door enkele Belgische saxofonisten met begeleiding van harmonieorkest, een orkestratie die destijds werd gemaakt voor de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen. Maar in zijn oorspronkelijke vorm, dus de originele partituur, de symfonische partituur, werd nog nooit uitgevoerd.
Ik kijk er enorm naar uit om in samenwerking met Symfonieorkest Vlaanderen en de voormalige chef-dirigent Jan Latem-Keunig deze muziek van Paul Gilson naar buiten te brengen. Een passie waarmee ik al 15 jaar bezig ben om dit eindelijk aan het grote publiek te kunnen voorstellen.